Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Er trekt veel bewolking over het land, maar af en toe klaart het ook even op. Op dit moment vooral in de kustgebieden. Later op de dag komt er vanuit het noordwesten op meer plaatsen zon. Uit het wolkendek zou vanochtend nog een klein spatje regen of motregen kunnen vallen in het binnenland. In de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 9 graden in het noordwesten, tot 12 graden in het oosten en zuidoosten van het land. En er waait een matige noordwestenwind. Vanavond gaat de wind wat verder afnemen. Er is een afwisseling van wolkenvelden en wat opklaringen. En de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen ziet het weerbeeld er vergelijkbaar uit met vandaag. Veel wolkenvelden, af en toe wat zon. De middagtemperatuur boekt wel een beetje winst. Het wordt 11 tot 14 graden. En er waait nog steeds een matige noordwestelijke wind. In het weekeinde gaat het weerbeeld verder opknappen. Dan zien we op de zaterdag al behoorlijk wat zon, middagtemperatuur rond 14 graden. Maar de mooiste dag van het weekend is zondag met volop zonneschijn en 17 tot plaatselijk 21 graden bij een matige zuidelijke wind. Op maandag dan meer wolken, misschien een buitje en een lagere temperatuur. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.